Vandaag ga ik één dag terug naar school met Gio. Wat hij niet weet is dat ik van tevoren contact heb gehad met zijn moeder om alle verborgen geheimen weer boven water te halen. Zo ziet Gio foto's die hij nooit meer dacht te zien. Oh nee, het is ook niet. Komen de oude vrienden langs. Oh nee. En wordt verrast door de lerares waar hij altijd verliefd op is geweest. Kijk. Het is eindelijk zover. Ik heb mijn eigen schoollijn met HEMA. Fucking gruwelijk. En om dat te promoten en te eren, maak ik een serie waarin ik terug ga naar school samen met mijn favoriete YouTube-collega's. En vandaag is dat niemand minder dan Gio Fanny Lettoy. Yeah, thanks, yeah. Kelvin. Dit is Gio, bekend van zijn eigen YouTube-kanaal waar hij voornamelijk vlogs maakt over zijn nieuwe auto, zijn dure auto, zijn dikke auto, zijn mooie auto. Had ik al gezegd dat Gio een auto heeft? Voor mij is dat wel een tijdje geleden dat ik op school zat. Voor jou was het echt gisteren of zo? Nee, dat is 5 jaar terug of zo. Jij bent 16 of zo, dus. Ik ben 21. Nee, maar dit is jouw oude schoolgebouw. Ja, het is wel echt apart om hier te zijn, man. Vandaag gaan we dus een hele dag school herbeleven. En we hebben het hele schoolgebouw voor onszelf. Heb je schoolspullen meegenomen? Ik dacht, jij promoot je schoollijn toch? Ja, ik heb schoolspullen. Oké, nou mag ik ze dan straks? Ja, moeten we even uitzoeken. Okay. Tada! Zo. Kies uit wat je wil. Alles gewoon wat hier ligt mag ik kiezen. Kijk, ik heb natuurlijk mijn eigen lijn. Die ligt hier en verspreid over allerlei plekken. Ja. Dus daar ga je ongetwijfeld wat leuks uit kunnen kiezen. Maar omdat ik het ook belangrijk vind dat je eigen stijl kan maken, heb ik ook gewoon dingetjes met bloemetjes en zo. Oh ja, thanks man. Zodat je... Ja, vind ik wel aardig van je. Ik ga gewoon voor... Is het heel erg dat ik voor de zwarte voor de helemaal niet. Nee. Kijk, ik moet wel voor deze gaan. Dit is natuurlijk wel de absolute ultimate rugtas van 2020 en 2021. Schriften en shit. Ja, kijk. Ja, ik weet niet hoe... Ik vind deze wel leuk, man. Ja? Ja. Ik ga voor deze. Nice. De quote klopt ook wel. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En ik ben beide niet. Wat heb je gedaan eigenlijk? VWO. Heb je VWO afgemaakt? Nee. Nee, dat wist ik. Die vraag moest je nou niet stellen. Dat wist ik. Ja, ik ga gewoon alleen maar mijn eigen spul kiezen, dat je het even weet. Nederlands is mijn goedste vak. Ik ga voor de koala's. Maar oké. Ja, alles... Hey, ik had jou, hè? Check de achterkant. Check de voorkant. Dit zijn de classics. Was jij een Brinky type of guy? Rijke Tata Prins? Was je Sultana? Ik was een Sultana guy. Ik was ook Sultana guy. Ja, we gaan een aantal lessen volgen vandaag. Geschiedenis, Nederlands, gym, wiskunde. Pauze, tussenuurtje. En uiteindelijk gaan we een eindexamen maken. Oké. Okay. En dan gaan we kijken of we, zeg maar, nog weten wat we wisten. God. Tijd voor geschiedenis. Oh, we gaan zo geschiedenis. Oké. Okay. Ah. Al die foto's die je nooit meer wil zien. Wow, nee, het zit ook in tussen, man. Nee, dat kan echt niet. Huh, hoe heb je die gevonden dan? Ja. Nog eens! Ik heb gewoon al mijn ex-vriendinnetjes gepakt. Heel wat is dit is jouw brugklas? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat had ik dat lange haar nog inderdaad. Nee, Justin Bieber hier. Ja. En dan daarna die, want toen dacht ik van oké, misschien is het iets te lang, laat ik iets korter doen. Toen werd ik dus fucked up. Ja, toen begon zo. Bro, dat is mijn lelijkste foto ooit. Kijk, dit is wel grappig. Wat staat hier? Wie wordt het rijkst? Wie wordt het letterlijk? Ja, hé. Hey. Hey. Ja, I was right. Dit waren mijn beste vrienden, dat waren Bob en Tom. Bob en Tom, dat zijn die check jij nog, dat chill je gewoon nog steeds mee? Nee, ja, daar heb je van die, ja, dan krijg je andere dingen gewoon natuurlijk. Ja. Hey. Oh nee! Ik wist hem! Ik wist dat je iets... Ik wist dat. Wie zijn dit? Ja, dit is Bob, dit is Tom. En jullie hebben wel school afgemaakt. Wat vond je ervan dat je stopte dan op een gegeven moment? Ja! Ja, toen was het wel een beetje... Toen was hij gewoon niet aanwezig, toen kwam hij niet. Nee. Ja. Right, laten we even samen hier naar kijken. Wat is dit dan? Dit was de eerste klas. Ja, hier is gewoon netjes. Fucking goede cijferlijst. Tweede klas, 7.9. Geen onvoldoendes. Hier, derde klas, geen onvoldoendes. Vierde klas, ook geen onvoldoendes. 4.8, 3.7, 4.4, 5.3. Ik stop wel. Vijfde klas, ringen zo.
Hier, MNO, een 1. Een 1.7. Een 1.5. Wij moeten volgens mij naar onze volgende les. Goedemiddag. Waar moet je lachen? Omdat ik ook wiskunde hiervan heb gehad natuurlijk. Wie is dit dan? Wat is uw naam ook weer? Ja, nee, maar als je het zegt, dan is het... Ja, maar hallo. Dat... Ja, vogelaar. Ja, wacht, je ziet het? Zie je? Hé, kijk, vogelaar. Dat was niet zo goed ook. Ja, ja, kan wel. Ik denk dat ik nog wel een paar toetsen heb die je meteen aan had. Maar ik had bijna ook niet als jij in wiskunde. Ja, hé, hey, jij hebt wel een grote mond, maar... Ik was echt goed in wiskunde. Oh. Ik bedoel, optellen, aftrekken doe ik nog elke dag, dus er is niks aan de hand. Hey, welkom allemaal. Leuk. Allemaal. Ja. Ik wil nog wel een klein beetje wat opvulling voor in de klas. Oh, ik kom er nou weer toe. Nee, zie je! Oh, wow! Holy shit! Ja, ik doe maar even zo. Hoor. Je hebt een bril gekregen. Jouw bril is weg. Gio. Wie zei dit dan? Dit is Thomas, dit is Lionel. Ja, dat waren mijn game matties eigenlijk altijd ook. Hey, jullie zijn hier nou met z'n vieren. Nou, jullie zitten normaal in een klas van 12. En uit die klas van 12 moet ik 4 vertegenwoordigers kiezen. En de vraag is, op hoeveel mogelijke manieren kan ik nou die 4 mensen kiezen? Oké, ik ga gewoon... Nou, weet je, vertel. Ja, ik weet niet of het goed is, maar ik 12 keer 11 keer 10 keer 9. Ik heb het vaak. Echt? Wat heb ik had eerst dat. En toen dacht ik, is te moeilijk. Ik heb een poppetje getekend. Ik weet niet dat ik het ben, maar... Wat zou je hem geven op basis van wat u nu heeft gezien hier? Geef hem een 7. Oké. 7? Dat is goed. Hey, als ik 7 haalde, was ik blij hoor. Bedankt. Ja, u ook bedankt. Ik kreeg helemaal crash. Helemaal hard drive crash. Maar het is wel zo, als je hem dan één keer doet, dan begrijp je hem daarna wel weer. Nee. Oh, oké. Tijd voor wat omgein. Er zijn altijd dingen die je op school niet mocht doen. Ja. Omdat het school is en dan mag je dingen niet doen. Dus ik heb een rad met 4 dingen die je eigenlijk niet op school mag doen. Ja. Jij mag er aan draaien en dat gaan we precies vandaag doen. Moet ik draaien nu? Nee, mag. Geel. Wat staat erop? Karaoke. Oh. Karaoke. In de kantine. Wat wil je nog meer? Jij mag een liedje voor mij uitzoeken, ik ga een liedje voor jou uitzoeken. Oké. Zal ik begin voor jou? Ja? Is goed. Ik weet namelijk meteen al wel. Zing je wel met me mee of moet ik het wel in mijn eentje doen? Je moet toch alleen doen? Ga maar staan op het podium. Oh. Are you ready? Zing de sterren van de hemel. Oké. Okay. Kom nog hem even aan. Dames en heren, jongens en meisjes. Gio! Yeah! En hij is klaar. Ga jij dan? Ja, oké. Okay. Maar niet deze, jij moet anderen bedenken. Hier komt onze enige echte artiest. Kelvin! Hij claimt dat hij kan zingen, dus laat zien. Gio! Carry on, Gio Latoy. Ik ben verliefd op je moeder. Zo. Nou, ik vond het wel goed, goed gedaan. Ja. Thanks. Maar mag ik door naar de volgende? Ik kan wel voor een beetje autootje gebruiken. Nee, maar ik word echt we vonden het allebei gewoon heel gaaf. Ja, ik vond dit heel keuk. Thanks. Een lesje gym. Hey! Wanneer had ik gym van nu? In de... Laatste jaar. Ja, hè? Was een goede jongen op school? Gym was niet zo'n favoriet. Ik was niet zo heel sportief. Ik had wat onderdelen. Trampolinespringen, springen, maar hardlopen. Nee, verschrikkelijk. Oh, dat kon ik ook echt niet. Nee. Boksen ook niet. Nee. Daar heb ik vandaag gedaan. Oh nee. Ik heb hem bij 4:30 nog geen één keer gezien, man. Dat is gewoon echt de laatste week. Ik was bezig met cijfers en voeren. En die komt hier aan mij en zei, ja meneer, ik heb onvoldoende. Ik zeg, ja. En wie ben jij? Zegt, ik zit bij je in de klas. Ik ken hem niet. De training was leuk en al. Juist. Ja. Anders, maar dit is wat jullie willen zien natuurlijk. Oké. Okay. Let's go. Oké. Oké. Oké.
Gio moet afdrukken! Oké, oké. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Dat was top. Wat is het voltooid deelwoord? Ik heb gebruikt. En dan gebruikt is het voltooid deelwoord, toch? Heb je gebruikt? Nee. Gio, doe normaal, man. We zijn aan het filmen. We gaan een Nederlands lesje doen, maar ik wil wel... We moeten eigenlijk even een leraar hosselen. Ja, we moeten gewoon even iemand hebben die... Hallo. Oh, ja. Nee, heel erg waar. Nee. Wat is dit? Dit is mijn Nederlands leraar. Ja, mijn mentor eigenlijk was hij, toch? Ja, ik had ooit een boek... wat was het? Boek woorden... Ja, mondeling? Hij wordt helemaal nerveus. Ja, jongen! wat een boek. Ik had een mondeling en dan had ik toen, moest ik iets van 12 boeken voor lezen of zo. En ik had er toen 2 gelezen. Het was toen bij u. Toen had ik een 2 of zo. Staat hij op nummer 1, de slechtste mondeling? Echt waar? Dat is zo erg. Oké, wat gaan we doen? Spelling. Spelling? Oh, maar daar was ik volgens mij wel goed in. Waarom? Wanneer verbreekt de tuinman zijn tuin? Oh, dat wordt ook echt... Ik denk dit. Ja. Het is goed? Ja. Oké, gelukkig had ik dat. Yes! Deze vraag. Welkom vandaag naar mij. Ja. Ja, toch? Ja. Hop! A4'tje. Tje. Ja. Dat dacht ik. VWO. Dit is goed, toch? Bang! Categorie. En. Dat dacht ik. Zeg niet dat ik het fout heb. Ja! Ja. Oké, maar wat we even gaan doen, we gaan even bij de zitten en dan mag u een cijfer eronder zetten. Eén fout vind ik gewoon. 9. Foutjes. 3 fouten. 7, nou prima. Oké, bedankt voor deze les. Nou, graag gedaan. We hebben een tussenuur. We zijn letterlijk de enige in deze school. Ik heb jou een paar vragen gesteld over hoe jij was als leerling. Jij hebt die vragen beantwoord. Ja. Maar ik heb ook een paar leraren gevraagd. Om ook die vraag te beantwoorden. In een filmpje. In een filmpje, oh. Hoe vaak Gio uit de klas is gestuurd? Volgens mij bij mij nooit. Ik was al lang blij dat hij het lokaal wist te vinden. Oh. Nou, ik kan me echt niet heugen dat ik Gio de klas heb uit moeten sturen. En leuke leerling. Echt nog een jongetje in de derde en de vierde klas. Maar ik ben sowieso van mezelf nog steeds wel verlegen. Hoe vaak vonden leraren jou irritant? Nou, eigenlijk helemaal niet. Eén keer vroeg hij mij of hij een vlog tijdens mijn les mocht maken. En dan zou hij gelijk reclame maken voor mijn YouTube-kanaal. Nou, ik vond dat niet goed, dus doe dat stiekem achter mijn rug om. Ja, daardoor heb ik nu opmerkingen onder mijn video staan als... Like als je hier via Gio bent. Wat een legend is dit! Ja. Ja, maar ik kan me wel nog herinneren dat ik zoiets gedaan heb. Hoe vaak heeft Gio gespiekt bij toetsen? Dus niet iemand die ik in mijn gedachten heb met die ik regelmatig betrapte daarop. Ik denk dat hij daar heel te braaf voor was. Zij is wel echt nice. Dat hij niet durfde. Zij is echt lekker. Wat gaf zij dan? Nederlands. Jouw puberbrein die werd wel... Ja. Met wel hitsig hiervan. Ja. Ja? Wat zit je nou te... Als je vraagt om wie je crush, ja, wat zit je nou te vissen? Ja. Ja, goed. Maar die laatste, ja, dit was... Kijk! Ik wist het wel! Hey! Dag mevrouw. Hallo. Oké, ja, ik zie het. Jij hebt ook allemaal dingen zitten zeggen, hè? Ja, ik vind het super leuk weer in het echt te zien. Het is 5 jaar geleden. Is het al zo lang terug? Ja. Ik mis het hier zo erg dat ik gewoon terugkom. Ja, maar je weet wel dat als je hier weer terugkomt... Dan kom ik ook terug. Dat Gio ook terugkomt. Deze aflevering is inmiddels veranderd in een aflevering van First Date. Dus ik laat je nog gewoon even met z'n tweeën. Maak het nog op! Spreek je straks alweer. Dit is ons laatste moment samen. Oh, was je in Lup? Ja. Hij was gewoon dronken. Ja, dat weet hij misschien niet meer. Aan de plek om het trein te zien. Dit is gewoon het bewijs. Thank you.
gaan even een eindexamen maken. Hoe werkt dat? We hebben allemaal vakken in één eindexamen gestopt. We krijgen 20 minuten. Gio, succes. Ik voel oprecht zo'n soort van kleine spanning in me, weet je wel. Ja, je moet dit goed doen of zo. Hoeveel onzin heb je opgeschreven? Hey, ik zeg niks. Terwijl wij wachten op de uitslag van onze examen, ga ik jullie vertellen dat dit mijn eigen schoollijn is. Ik ben er super trots op, dus wil je hem nou ook bemachtigen? Ga dan gewoon naar de HEMA, fix die shit, koop het, doe het. En er is nu tijd voor de uitslag. Hoe vond je dit? Vandaag? Ja, leuk. Oprecht wel leuk. Ja? Ja. Vooral toen ik mijn crush tegenkwam. Denk je dat je geslaagd bent? Bij geschiedenis had ik dat even moeilijk. Is mijn cijfer. Yes! Ik ben geslaagd! Oh! Oh! I'm so happy. niet heel goed of zo, maar... Ja, maar 6,3 is gewoon geslaagd. Dus... Ik mag rustig naar huis. Daar was ik blij mee geweest. Maar... Nu komt hij bij mij. Ja, ik denk lager, sowieso. Oh! Wat had je ook weer gedaan, hè? Oh! Yes! Lekker hoor! Ga naar huis, man. Kijk de volgende keer weer naar Terug naar School met een andere gast. Wordt weer leuk. Later.